De Koningsrun is een jaarlijks evenement. Wat wij organiseren nou ja, aan de hand van de Koningsspelen. De Koningsspelen, dat is eigenlijk een landelijk festijn waar heel veel scholen aan meedoen. En wij hebben ervoor gekozen om de Koningsspelen van de Koningsspelen een Koningsrun te maken. Waarin we ons inzetten voor een goed doel. En dus eigenlijk met z'n allen hardlopen de hele dag om zoveel mogelijk centjes op te halen voor nou ja, in ieder geval dit jaar ter de zon. Het is eigenlijk een goed doel wat tegen kinderuitbuiting is. Ze willen eigenlijk dat kinderuitbuiting stopt. En ze stoppen niet voordat het de wereld uit is. Dus een geweldig doel. Zeker nadat we ons vorig jaar tegen kinderkanker hebben ingezet. Is dit jaar weer een heel ander doel. Die eigenlijk alles op gebied van kinderuitbuiting ja, steunt is dan het verkeerde woord. Maar zij hebben allemaal initiatieven die eigenlijk bijdragen aan, aan kinderuitbuiting de wereld uit. En daar zetten we ons voor in vandaag. Nou, het leuke is dat de kinderen dit gekozen hebben. We hebben in de klas een soort, hoe zeg je dat, een top 6 gemaakt van goede doelen waar ze uit konden kiezen. En Ter de Zon is daar uit komen rollen. En we zien wel dat het ieder jaar steeds meer leeft. Dus ja, op het moment dat je zegt we gaan een sponsorloop doen, dan moet dat groeien. En als de kinderen zelf het doel kunnen kiezen zoals dit jaar is gebeurd, dan zie je dat dat steeds meer vanuit zichzelf komt. En dat het, ja, echt meer leeft onder de kinderen. En ja, als je de reacties hier ziet, dan vinden ze het geweldig. En als je ziet hoe ze zich inzetten op zo'n dag. Ja, is geweldig. En vanmiddag om 1:30, dan maken we natuurlijk het bedrag bekend. Ja, dan kan je zien aan het bedrag hoeveel enthousiasme er vanaf straalt.